De mogelijkheid die de stad Antwerpen aanbiedt om na een overlijden assen uit te strooien in de Schelde, blijkt populairder dan ooit. Maar waar komen al die assen terecht? Gouden Mijnoord snorkel staat in het Antwerpse Scheld. En mis de avonturen van de snorkels voor je geld. Eerst, hè, weer als een biologisch dat blijkbaar een uur mee as. Ah, luister dan af. 140 man hebben ze er deze jaar al uitgestrooid. Nee, kijk gewoon, het is op de kotsen. Los het er maar allemaal uit, manneke. Dag, Bompa. Rust maar goed in mijn favoriete rivier het Scheld. Zeg, hadden we de Bompa niet begraven? Godverdomme, dat is juist. Wij hebben die dan juist in het water gesmeten. Oh nee, dat gaat in 1,5 kilo koks en dat jij juist had gekocht. Als daar maar geen raar onderwateravonturen van komen. Oh, dat laven we hier. Colombiaans neusboeier. Hoppakee, in de pockets, hè. Echt, gasten, niet normaal. Ik dacht, dat komt niet goed met je kapitein Ortega. Mijn zwart bibi klaar, dat klusje wel. No problem. Zeg maar, wacht eens, Okkie. Erg naar 8 poorten of zink ik daar alleen? Zeg, waarom zijn die gaan aan eerst zo zelfzeker en gefocust en arrogant en paranoïde en elkaar lang wakker? Het gaat toch niet toevallig per abuus gedropt te laden in kook gevonden? Want dat zou het een en ander verklaren. Absoluut niet. Ah, zie. Ga toch al die kookje naar eigen botten te slagen, zeker? Nee, met zo'n berg, hè, kunnen wij de grootste drugszorg geven die Antwerpen nooit gezien hebben, jong. Daarbij vergelijken is de Zillion Afterparty een community. Ik ben Tom Baarsman en deze is maar een onderwaterband, Zeus. Had dat allemaal niet te vuil is? Ze biedt nog stijf aan de kook. Sorry, maar als politiechef doe ik hier niet aan mee. Maar dat is gewoon spullen. Volgende week in de snorkels. Hallo, hallo. Zet die plot af, fucking idioot. Goed, ga je niet bepalen, gast.